Mijn naam is Nadia Boeras, ik ben historicus. Ik werk in Leiden. Ik werk bij het Instituut voor Geschiedenis en als docent en onderzoeker. De Engelse term is humanities en dat gaat dus over menswetenschappen. Het gaat over de mens, we vertrekken vanuit de mens. Hoe beweegt de mens zich in de samenleving in verhouding tot andere mensen, in verhouding tot zichzelf en zijn gemeenschap. He, dus het gaat echt over de menselijke kant van de wetenschap. Je hebt natuurlijk de exacte wetenschappen, maar wij kijken vooral naar gedrag, naar hoe mensen zich bewegen. Ik was geïnteresseerd in de migrerende mens, zal ik maar zeggen. Ik vond migratie heel erg interessant en ik was vooral benieuwd waarom mensen migreren en welke gevoelens ze daarbij hebben, welke keuzes ze vooraf gemaakt hebben, welke implicaties migratie voor henzelf heeft, maar ook voor de gemeenschap waar ze uitkomen. Want het is toch een belangrijke stap, migreren. Je laat een wereld achter je. Je bent een avonturier. Je komt in een nieuwe wereld terecht. En wat zegt dat dan over je ideeën? Zijn dat nog altijd dezelfde ideeën zoals je die had voordat je migreerde? En wat is dan je relatie tot het land van herkomst? Dat zijn vraagstukken die ik erg interessant vind. Als iemand migreert, dan laat hij een wereld achter zich. En hij komt terecht in een nieuwe wereld. En hij moet zich dus verhouden tot die nieuwe wereld. En die nieuwe wereld, die nieuwe samenleving, verhoudt zich ook tot de migrant. Nou, dat zorgt dus voor een interactie. Dat kan soms voor spanningen zorgen. Soms leidt dat tot integratie. Dat is wat we wenselijk vinden. En al die processen, dat is interessant om uit te zoeken. Wat gebeurt er nou precies? Hoe voelt iemand zich? En hoe reageert de ontvangende samenleving daarop? En het is als onderzoeker, als migratieonderzoeker, interessant om te kijken, nou ja, wat zijn nu de hele specifieke processen? En wat gebeurt er eigenlijk altijd als mensen migreren? En daarom doen wij bij migratieonderzoek ook heel veel vergelijkend onderzoek. Hè? Vanuit een historisch perspectief, maar we kijken bijvoorbeeld ook naar verschillende groepen. Vanaf het allereerste begin migreren mensen. Hè? Want mensen zijn op zoek naar een beter bestaan. Die gaan naar plekken waar ze werk kunnen vinden bijvoorbeeld. Gaan plekken waar ze hun gezin kunnen onderhouden. Dus migratie is eigenlijk van alle tijden. Van alle mensen. En dat maakt het zo interessant. En vaak denken we dat het van deze tijd is. Of dat het vandaag de dag veel massaler is dan in het verleden. Maar dat is dus niet zo. Als je opgroeit in een arm werelddeel of in een arm land. Waar er sprake is van politieke crisis of economische crisis. Dan is dat heel natuurlijk. En heel universeel dat je op zoek gaat naar een betere plek voor jezelf en voor je gezin of voor je familie. We weten vanuit de geschiedenis dat migratie altijd leidt tot spanningen. Hè? Nieuwkomers komen in een nieuwe samenleving en die ontvangende samenleving beschouwt hen als vreemdelingen. Dat is altijd zo, omdat ze andere gebruiken hebben, vaak een andere religie hebben. Ze zien er vaak anders uit. De migratie vanuit Europa naar Amerika bijvoorbeeld, na de ontdekking van de nieuwe wereld, is dat ook weer gebeurd. Hè? Of rond de 19e eeuw zien we natuurlijk een grote groep Europeanen vertrekt naar de Verenigde Staten. En ook daar werden ze gezien als ja, vreemd en raar. En ze zien er anders uit en ze hebben een andere taal. Dus mensen hebben verschillende motieven om te migreren. Vandaag zien we bijvoorbeeld heel veel mensen vluchten omdat ze oorlog kennen. Hè? Omdat in hun land van herkomst sprake is van oorlog. Ze moeten daar weg. Ze vluchten om veiligheidsredenen. Maar we kennen bijvoorbeeld ook postkoloniale migratie. Hè? Dat zijn dan landen die onafhankelijk worden, die loskomen van het moederland. Dan is er ook een logisch gevolg dat die mensen naar bijvoorbeeld vanuit Suriname naar Nederland komen of vanuit Nederlands-Indië naar Nederland komen. Soms zijn migranten heel wenselijk. Hè? Bijvoorbeeld in het geval van gastarbeiders. De Nederlandse economie had behoefte aan laaggeschoolde arbeidskrachten. Dus waren gastarbeiders uit landen rond de Middellandse Zee heel erg welkom. Dus wat we weten uit de geschiedenis is dat je migratie niet heel erg kunt controleren. Want het hangt af van heel veel verschillende factoren die je vaak niet in de hand hebt. Je kunt wel beleid voeren over hoe mensen zich moeten gedragen op het moment dat ze komen, maar je kunt migratie eigenlijk niet sturen. We kunnen de geschiedenis bestuderen, we kunnen kijken naar de factoren die bepaalde processen verklaren, maar vaak hangt geschiedenis ook aan toevalligheden aan elkaar. Want we hebben eenmaal bij geesteswetenschappen te maken met mensen en mensen maken besluiten en die zijn vaak niet te voorspellen. Als mensen migreren en ergens terechtkomen, dan ontstaat er altijd ook een zekere mate van verzet vanuit de samenleving.
Dat is eigenlijk altijd zo. Ook in het verleden is dat zo geweest. Hè? Mensen zitten vaak niet te wachten op migratie. Maar tegelijkertijd zien we, en dat zien we ook over een lange periode, dat er altijd mensen zijn die wel tolerant zijn ten aanzien van nieuwkomers. Hè? Die bijvoorbeeld brieven schrijven naar de krant of ervoor zorgen dat een klasgenootje wel kan blijven. Dat is iets wat we de laatste tijd veel in de media lezen. Hè? Dat er bijvoorbeeld een kindje in het kader van het kinderpardon terug moet naar het land van de ouders. En dan ontstaat er een actie, dan gaan klasgenoten gaan een brief schrijven naar de minister. Dat is iets wat we nu heel veel in de media zien. Maar eigenlijk is dat vroeger ook altijd gebeurd. Na die verschillende gebeurtenissen rond de eeuwwisseling is er ook iets in het beleid veranderd. En toen spraken politieke partijen ineens van nieuwkomers moeten zich vooral cultureel ook aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Dus daar lag de nadruk op, terwijl in het verleden migranten ook hun eigen cultuur konden koesteren. Daar is men van afgestapt en we zitten nog steeds in die fase dat mensen zeggen, prima dat je hier bent, maar je moet je wel volledig aanpassen aan de Nederlandse cultuur. En dat betekent dus dat er als er nieuwkomers weer komen naar Nederland, dat men bang is dat die Nederlandse cultuur zullen bedreigen. En ik denk dat wat onze taak is als historicus of als docent, om te laten zien dat huidige tendensen of huidige verschijnselen, dat die niet nieuw zijn, maar dat die ook voorbeelden kennen uit het verleden. En het is onze taak om vanuit een historisch perspectief gebeurtenissen van vandaag te verklaren. Uit mijn migratieonderzoek blijkt is dat we verschillende factoren migranten een andere naam geven. Hè? Expats, dat zijn vaak witte migranten die om economische redenen ergens naartoe komen te werken. Vaak zijn het hoogopgeleide mensen, die noemen we expats. Mijn onderzoeksgroep, hè, Marokkaanse migranten, nou, dat zijn vaak laag opgeleide migranten. Mensen die ook om economische redenen naar Nederland zijn gekomen. Maar die noemen we natuurlijk geen expat. Dat noemen we, in het verleden noemden we die gastarbeiders. Dus door daarmee te spelen, kun je wel mensen aan het denken zetten. Kun je zeggen, nou, hoe komt het dat we de een een expat noemen en de ander een migrant? En dat heeft ook te maken met het beeld dat we krijgen van de media, van de politiek, dat heel erg onze beeldvorming kleurt in zekere mate. En dat is vaak wel interessant. Bruine mensen zijn gastarbeiders en witte mensen zijn expats. Dat is vaak het idee. Terwijl als je onderzoek doet naar economische migranten, dan blijken dat bijvoorbeeld ook heel hoogopgeleide Indiase ICT-mensen bijvoorbeeld. Hè. Er zijn verschillende soorten migranten. Je hebt economische migranten, je hebt bijvoorbeeld vluchtelingen, je hebt volgmigranten, dat zijn bijvoorbeeld huwelijksmigranten. Die moeten integreren, die moeten zich aanpassen. Hoe mensen worden gezien hangt ook af van hoe lang ze hier zijn. Dus toen Marokkaanse migranten naar Nederland kwamen, werden ze gezien als gastarbeiders. Het idee was, ze zijn hier tijdelijk en ze gaan weer terug. Het zijn gasten dus, hè? Mensen die tijdelijk hier zijn. Nou ja, dat dachten zij zelf ook natuurlijk. Nou, later zijn we ze anders gaan noemen, zijn we ze buitenlanders gaan noemen. Hè? Want ze blijven hier nog even wel, maar het zijn duidelijk mensen die niet bij ons horen. Dus het zijn buitenlanders. En daarna noemden we ze etnische minderheden. Hè? Want Nederland heeft eindelijk erkend, halverwege de jaren 80, dat het een immigratieland was. Dat we te maken hebben met een meerderheid. Hè? Dat zijn de witte Nederlanders en dan heel veel groepen die gezamenlijk de etnische minderheden zijn. Nou, later noemden we ze allochtonen. Ja, dan maakten we onderscheid tussen allochtonen en autochtonen. En dat gebeurt eigenlijk altijd overal, dat de samenleving heel erg de behoefte heeft om de samenleving te categoriseren, onder te verdelen in verschillende groepen, zodat het voor ons makkelijker is te begrijpen wie is en bij welke groep iemand hoort. Nou, na allochtoon en autochtoon hebben we nu voorlopig de laatste benaming, en dat is dus iemand met een migratieachtergrond. Geesteswetenschappen was en zal altijd belangrijk blijven, omdat het gaat over de samenleving. Het gaat over ons, het gaat over de samenleving en die moet je bestuderen. Maar het is ook belangrijk in relatie tot andere wetenschappen. Kunstmatige intelligentie is bijvoorbeeld een prachtige wetenschap, maar je hebt er niks aan als je niet snapt hoe de mens in elkaar steekt. Hè? Dus mensen die zich bezighouden met kunstmatige intelligentie hebben de geesteswetenschappen nodig om te begrijpen wat mensen doen
en wat hun gedrag nu eenmaal bepaalt. Hè? Dus het een kan niet zonder het ander. En nu zie je zo dat we in de samenleving denken, nou ja, exacte wetenschappen zijn toch belangrijker, of technische wetenschappen zijn belangrijker. En geesteswetenschappen worden heel onterecht gezien als, nou ja, pretstudies of wetenschappen die minder belangrijk zijn of minder relevant zijn. Ik zou zeggen dat het tegendeel waar is, want processen die zich afspelen in de samenleving hebben altijd betrekking op de mens en zijn gedrag. En dat willen we verklaren, dat willen we begrijpen. Door onszelf te begrijpen, begrijpen we de samenleving. Daarom zullen we altijd geesteswetenschappen nodig hebben. Omdat de wereld verandert, de wereld wordt groter of kleiner, het is maar hoe je ernaar kijkt. De wereld wordt geglobaliseerder. Dus we hebben die kennis nodig van talen, van mensen, van religies, van allerlei culturele processen en instituten. Dat hebben we nodig om ook de wereld om ons heen te begrijpen. Geesteswetenschappers, maar ook historici dus, hebben ook een publieke functie. Wij proberen het heden te verklaren aan de hand van voorbeelden uit het verleden. En daarmee kunnen we dus ook een perspectief op de toekomst geven. Samenlevingen kunnen migratie aan. Dat laat het verleden zien. Dus wij kunnen als het ware de samenleving geruststellen dat culturen veranderlijk zijn. Culturen kunnen tegen een stootje. Tradities kunnen tegen een stootje. Tradities zijn niet statisch, culturen zijn ook niet statisch. Wij probeerden ook die samenleving gerust te stellen en die angst weg te halen. Hè? Die angel van het gevaar komt van buiten en vreet ons als samenleving van binnenuit op. Dat idee moeten we eigenlijk ondermijnen door te kijken naar voorbeelden uit het verleden. En te laten zien, kijk, zo is het in het verleden ook gegaan. En de samenleving was toen ook angstig en bang. Maar je ziet het, een samenleving kan wel wat hebben. Dat is wat wij ook proberen te doen. Als mensen in het nu leven, dan denken ze dat wat hen nu overkomt, dat compleet nieuw is. Dat het nooit eerder gebeurd is in het verleden. En dat we staan voor compleet nieuwe uitdagingen waar nooit andere mensen voor hebben gestaan. En wij laten zien dat in het verleden dezelfde ontwikkelingen zich hebben voorgedaan en dat de samenleving echt wel tegen een stootje kan. Hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar migratie- en integratieprocessen, dan zie je dat het vaak een proces is van de lange adem. En vaak hebben we daar geen geduld voor, maar we weten uit het verleden, ook in andere contexten, dat zo'n integratieproces vaak 3 generaties duurt. Je hebt te maken met een eerste generatie die komt, die moet een weg zien te vinden in die nieuwe samenleving. Die past zich aan, krijgt kinderen. De kinderen moeten zich verhouden tot de cultuur die ze van huis kennen en de cultuur van de samenleving waarin ze geboren zijn. Dat zorgt soms voor spanningen, maar conflicten zijn nodig om tot een soort nieuwe consensus te komen. En dan heb je de 3e generatie. Dat zijn eigenlijk geen allochtonen meer. Dat zijn autochtonen. Ja, dat zijn dus gewoon de nieuwe Nederlanders, als je wil. Dat zijn mensen die hier geworteld zijn. Hè? En die hebben weer een hele andere relatie ten aanzien van de samenleving dan bijvoorbeeld hun grootouders of hun ouders. Dus dat is een proces dat heel natuurlijk verloopt. En dat volgens een vast stramien verloopt. Natuurlijk, mensen houden vast aan hun cultuur. Dat zal altijd zo blijven. Dat zie je bijvoorbeeld aan de hand van feestdagen die nog altijd gevierd worden. De namen die migranten aan hun kinderen geven. Dus ze blijven altijd vasthouden aan hun eigen cultuur. Dat is heel normaal, dat is heel gebruikelijk. Maar er komt een moment dat ze volledig opgaan in die nieuwe samenleving. Maar dan staat er weer een nieuwe groep en die begint dan van vooraf aan. Dus het is een circulair proces. Het houdt eigenlijk niet op, omdat migratie van alle tijden is en altijd zal blijven bestaan.